Beste mensen, welkom in een nieuwe weekvlog. De zus van Iris is overgekomen uit Azië, uit Taiwan. Ze zijn hier nu. Ze heeft twee vriendinnen meegenomen. Ze zijn nu in Amsterdam ergens aan het winkelen. Ik ben naar huis gegaan, man. Ik ben al 3 dagen met 4 vrouwen aan het winkelen. Beste mannen, moet je eens proberen, man. Moet je kijken wat ze allemaal gekocht hebben vandaag weer. We waren in Amsterdam en op een gegeven moment zei ik... Ik moet naar huis, ik moet tuinieren, ik moet even een man zijn, weet je. Niet het in die winkels rondloopt. Dus dan geef je tassen maar hier, ik neem het wel mee allemaal. Hier, de Gucci, Louis Vuitton, man. Die Aziaten die kopen de hele PC-Hoofdstraat leeg. Dat ga je zo meteen ook zien in de video. En wat heel even in context te plaatsen... Waarvoor die meiden bakken met geld. Ze hebben in 3 dagen iets van 1000 euro's aan luchtjes en rotzooi gekocht. Laat me even in context plaatsen. Iris, haar zus en die andere twee meiden die hier nu zijn... die zijn in Azië en Taiwan best wel bekend. Ze hebben een hele grote social media aanhang. Iets van ja, een paar miljoen, zeg maar. Maar dat niet alleen. Ze hebben ook... platencontracten bij Sony, ze staan op Spotify, ze hebben tv-shows, boeken, ze trekken zalen vol met zang en weet ik veel wat. En ze is echt huge wat ze doen en is best wel aanploeteren, zeg maar. En ze zijn in de afgelopen 2 jaar heel erg gegroeid betreft hun fame. Dat is geskyrocket, soort bitcoin, alleen bitcoin ging toen weer naar beneden. Die meiden zijn nu heel erg bekend, maar ik ken ze al 10 jaar en dat zijn ze niet altijd geweest. Daar gaan we het later ook over hebben, want ze komen van een hele... Een soort humble beginning eigenlijk. En dat is een heel mooi verhaaltje wat een van die meiden me hier vertelde van de week hier aan tafel. Dat ze heeft besloten op zeer jonge leeftijd om stinkend rijk te worden. Maar de reden waarom, dat is een tranentrekker, ga je zo meekrijgen. Anyway, zo zag het de afgelopen week uit. Toen ik wakker werd in de ochtend, ik deed mijn deur open. Staan daar opeens 3 Aziaten op de stoep. Zag er zo uit. Check. Holy shit! Yes. So much stuff! That's crazy! Hello, YouTuber! Hello. welcome! Kijk dan, dat is niet normaal! Oké, wow! Hey! You fly business class! You're already sleeping again! I'm so sorry! Come, let's have some tea! Let's have some tea! Already sleeping! Is it okay? Oh my god, 我就是太小的了, 丢人。 Hoe kunnen die kleine meisjes nou door het bed heen zakken, nu al? Hebben ze zware botten of zo? Kijk dan, helemaal kapot. Nou ja, koffer eronder, zo werkt hij ook. Papa, sorry, ik koop wel een nieuwe voor je of zo. Sorry. Goed, alright. Kijk eens wat Iris heeft gekregen, jongens. Een belangrijke tas, hè? Normaal zit er altijd drugs in, toch? Zo'n zwarte tas. Maar wat hebben ze gekregen? Kijk. Yes! Did you get it from Hey Girl? Hey Girl, is it Hey yes. Girl? Oh, yes. Wow. Thank you. Oh, 10.000. Zo blij, ik ben blij. We zijn hier bij Linda. En Ron even zwaaien. Hey, hoi! En ze hebben taart gekregen. Kijk, ze zitten dan, hè? Hallo. Ben je jarig? Linda. Nee, ik ben niet jarig, maar vandaag hebben we bezoeken. Oh, een Nederlandse taart van een Chinese mevrouw voor de Taiwanese. Oh, man. Moet nog de hele week mee uithangen. Tja. Dankjewel, Linda. Dankjewel. Die meiden die willen allemaal naar Louis Vuitton. En dat soort winkels. Zeggen, nee jongens, jullie gaan leven zoals wij leven. Ik zal jullie even brengen naar een kwaliteitswinkel. Oh, mandje vullen. We zijn bij de Action. Ja. Oh, wat heb je gekocht in Nederland? Een wc-borstel. Dat is zo goed. Is een good price, really? What is in Taiwan? Yes. The price? 我没有买过，但 Costco 的一定比较贵。然后 like a five tablet for 6 euro maybe. Okay, now. 所以它就有一个病这样。这是 meest lomp om mee te nemen naar Taiwan terug. What? What is this?
PC Home 一颗 website Taiwan website but the price is 9块 not so cheap much cheaper 哈哈哈哈 ze zijn erachter gekomen dat helemaal niet zo goedkoop is nu moet ze dat rondlopen met veel te dure waspoeder. Hey, beste mensen, heel even iets anders. Vandaag is een mooie dag, hè? Vandaag is een mooie dag. Kijk eens. Weet je nog die 6000? Kijk. Lekker Lin, lekker Lin, Lin. Tik hem aan, tik hem aan. Ja, is het goed? Kan je een zie man. En ik kreeg wat vragen op Instagram waarvoor die Aziaten een mondkapje dragen. Dat is niet omdat ik een scheet heb gelaten, maar dat is omdat dan zijn ze waarschijnlijk een beetje verkouden, even een kuchje en zo. En ze beschermen zich eigenlijk voor de samenleving. Dat andere mensen niet ziek worden. Het is dus niet dat je denkt van, oh ze vinden het hier stinken of zo. Maar dat is dus de reden. Tenminste, dat probeer ik je wijs te maken hier. Nou, is lekker gezellig, toch zo? Altijd al gewild. Nice. What are you watching? Throne of the Games. Throne of the Games, ja. Game okay. Of Thrones. Game of Thrones. Oké. Okay. Slaap lekker. Good night. Good night. Bye-bye. Hey, dan hallo. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Sleep well. Oké, okay, lampje uit. Ik stel zien. Oké. Op naar morgen. Being a woman is kind of difficult. Je niet te prepare zo, maar ik kan allemaal make-up doen hier en daar. Ik sta echt al een uur zo van. Komt ie, hè? Ja, daar zijn we nou jongens. Onze allereerste uitje. Batavia stad. Die meiden willen gewoon winkelen. En verderop in de video ga je daar een persoonlijk verhaaltje over horen. Maar ze willen gewoon winkelen. Het is voor hun merkkleding zoals Michael Kors en al die andere dingen. Is hartstikke duur in Taiwan. En in Europa is het veel goedkoper en ze krijgen ook nog belasting terug. Dus het is echt voor hun een soort shopping spree. En als je dan ook nog in de outlet bent, nou, ze gaan helemaal los. Ze gaan helemaal los. En weet je wat zo mooi is, beste mensen? Wij Nederlanders, hè? Jouw opa en oma, hè? Die hebben 50 jaar lopen zwoegen. Lopen graven met een schep om hier deze Flevopolder te kunnen realiseren. En nu die af is, wat doen wij met dit gewonnen land? Huh? Winkelcentrum opbouwen? Man, 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 man. Lang leven de commercie, hè? Lang leven de commercie. Back. Hey, what do you... Surprise, what did you buy? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure you want to know? My nene. Okay. Taiwan. Bra. Bra, I don't know the word. Yeah. Okay. Okay. Kan gewoon bij mij thuis even proberen. Daar heb ik op zich geen probleem mee. De zus van Iris heeft de kleding van een bepaald merk. Het is een mooie gelegenheid om even een Instagram foto te maken. Daar worden ze ook voor betaald, hè? Ze kijken dus een beetje naar de omgeving. Ja, dat is wel leuk zo. Ja, top. Fotootje maken. Instagram. Hoppa, weer die money's binnen. Ja, very nice. Fashion photo. Oh, for Nike? For Nike. Ah, for Donghana Nike? Yeah, in the Palladium. For the Palladium? Yes. In the Palladium. You promote this brand? Yes. Oh. Okay. Yeah, give me the bag. I also need to have monies. Let me wear it so I can also promote it to my followers. Maybe they sent me ook €100,000. Een tonnetje. Okay. Yeah. Thank you. Hey, you also have the North Face. Oh, yeah. North Face. Hey, hallo, North Face, als jullie kijken. Yeah, North Face. Percy love you. Yeah. Then, oh, so good. Oh, yeah, yeah. Oh, they don't give you money, but they will give you free product. Oh, I don't want free product, I want money. Hallo, als jullie kijken. Hallo. Yeah. Alan, zoek je een nieuwe kleding? Nee, ik heb een nieuwe patas. Nieuwe patas? En dan moet je daar...
nieuwe patas. Heb je patas gevonden? Dan wil je brakka kopen. Huh? Een mooie brakka. Dat is deze stadje. Alleen maar skere mensen. Alleen maar kortinkje. Alleen maar goedkope patas en brakka. We gaan naar Damsko, jongen. We gaan die echte donnie spenden. Maar voordat we ons geld gaan uitgeven in Amsterdam, was het natuurlijk 4 mei en dan is het dodenherdenking, 2 minuten stilte. Normaal ben ik er altijd thuis om dat even te doen, maar ik was nu met die meiden op stap en het was opeens 8 uur bijna. Dus ik vertel aan ze dat wij dat doen in Nederland, in 2 minuten stilte. Dus ik zeg, vind je het even erg als ik ergens op de snelweg, op een parkeerplaats, even stop om dat 2 minuten stilte te doen? Maar wat blijkt nou? Ze vonden het hartstikke mooi dat wij zoiets in Nederland doen. Zo landelijk. En ze wouden graag meedoen. Sterker nog, zeiden mogen we het filmen, zodat we het kunnen delen in Taiwan. Zo, je doet maar. Dus zit ik daar. Zitten we met 4 Aziaten hier in de auto. Gezamenlijk, samen, de doden te herdenken. Is toch wel mooi, hè? In je klein stukje, moet je kijken. Thank you. Thank you. Welcome. Now what? Now to the? McDonald's. Vrijheid. Vrijheid. Zo jongens, we zijn vandaag op de PC. Even een PC'tje pakken. Een PC'tje. Ik ga meestal naar Decathlon. Vandaag maak ik een uitzondering. We gaan met de meiden even een PC'tje doen. Kijk, heb je vriend van mij, Bitcoin, Bitcoin man. Daar rijdt Vitalik Buterin. Wauw, dat is een goedkope auto. Kijk nou, wat is dat voor goedkope auto? Oh, die heb ik ook. I'm specially from Le Maire. Ah, ja. This is the oil. Voortreffelijk. Dit is een body oil with a shimmer in it. Oil. Hey Lala, hey, heb je nog geneukt? Wat? Kennen jullie dat? Van Jiske Pet. Oh, lachen jongen. Anyway, we zijn hier op de PC Hoofdstraat. En natuurlijk even luchtje proberen. Hè? Alleen ik zag die prijzen van La Mer. En dat was gewoon voor 2 van die kleine pakflesjes. 500 piekenballen. Hè? Dus ik dacht, ze zien die prijzen, lopen ze wel door. Maar nee. En wat ik net zei, ook met die outlet. Hier in Nederland is alles veel goedkoper voor hun. En dus ze bleven en testen en bla bla bla. En ik vraag aan dat meisje dat daar werkt. Ik zeg tegen de meisje, welke buitenlanders kopen je nou het meest? En ze zei, in de Persie Hofstraat kopen voornamelijk voortreffelijke Chinezen en Russen. Die komen toch hier wel het meest? En ze zei, je moet ook op een andere manier aan Aziaten verkopen. En er zijn 2 regels. De eerste is, de Aziat wil heel veel service. Service is echt belangrijk. De tweede is dat ze komen meestal in groepen. Of in stelletjes, of met z'n 3, 4, 5, zoals je hier ook ziet. En je moet uitzoeken wie is de leider van dat groepje. Daar verkoop je aan. En als je daaraan verkoopt, dan gaat de rest ook om. En dan krijgen ze een soort groepsdrang. En dan beginnen ze allemaal te kopen. Mooi hè? Dat is bij ons niet gelukt trouwens. Alleen 1 meisje heb gekocht voor €500. En daardoor kregen we heel veel gratis flesjes. Hier, moet je kijken. Wow! Heb je ook iets van de man... Voor mij als stinkende man. Ga ik ook aan u wat erbij geven. Echt hoor. Oh, je bent te gek. Wat een liefde. I'll give you the sandwich. Wow. Yeah, for me. Like a boss. Because I am... Okay. And this one also for you. Wow. One moment. Heb je ook iets van mijn tanden? Then is this one. For you, kids. En dan is this one for you both, yeah? Ja, dankjewel. Helemaal goed, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. Helemaal goed. Zo, voor €500 luchtjes gekocht. Maar de dames waren nog lang niet klaar. Want hier gingen ze even een tasje kijken bij Fendi. En later ging ik nog even door naar Louis Vuitton. Als ik daar zo rondloop, beste mensen, op de PC Hoofdstraat. Ik heb hier de ballen verstand van, hè. Kan je alles vertellen over Decathlon, maar over dit soort winkels niet. Hey, moet je even luisteren, even het serieus. Je ziet hier een tasje liggen bijvoorbeeld, hè? €1500, Fendi. Die hebben ze ook gekocht, later in zwart.
Maar er zit ook een serieuze noot aan dit verhaal. Dat meisje bijvoorbeeld, die aan de rechterkant, Alina. Ze zei echter aan tafel, hier in Nieuwegein toen we aan het ontbijten waren, zei ze, Purs, ik kom van een hele arme familie. En haar vader, vertelde ze, had vroeger gewoon een baan, maar heel slecht kreeg hij betaald. En hij ging in zijn vrije tijd ging hij op zoek naar geld wat mensen op de grond lieten vallen bij gokmachines. Aziaten houden van gokken. En wat men liet vallen, dat raapte hij op. Kwartjes, duppies, dat soort dingen. Dat heeft hij bij elkaar gesprokkeld, zodat zij later kon studeren. Dat heeft ze gedaan, ze is geslaagd, bla bla bla. Later heeft haar vader dat verteld. En ze zei, Purs, toen hij me dat vertelde, dat is al een tijd geleden, had ik nog maar één drive. En dat was om stinkend rijk te worden in hetgene wat ik kan. En dat is dus entertainment, zeg maar. Dat is het ook gelukt. Hè? Ze staat nu bovenaan de food chain, zeg maar, in de entertainmentwereld. Ze verdient klauwen met geld om het hier ook weer uit te geven aan dit soort dingen. Zodat ze er zelf luxe kan leven. Maar ook, zei ze, ze deelt haar rijkdom met haar ouders. Er gaan hele grote bedragen, dat is ook wel typisch Aziatisch, gaan naar die ouders elke keer. En dat zette me toch wel aan het denken, hè? En ik hoor mijn ouders nu thuis ook, Purs, ja ja, denk maar door, denk maar door. Ik vind dat mooi, dat je eigen succes kan natuurlijk voor jezelf heel veel invloed hebben, maar het zijpelt ook door naar je naasten, je geliefdes, je vrienden, je familie. Hoeft niet, maar het kan. En vind ik zo mooi, hè? Kijk, staan hier van die drie van die kleine meisjes. Wat potverdomme van die kleine powervrouwtjes. Gaaf, hè? Ik vind het mooi. Ik vind het verdomme mooi. Kampé, jongens. Kampé, kampé. Au. 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 Ik dacht, ik neem ze ook even mee naar de Apple Store. Maar dat vinden ze iets minder interessant. Maar deze boy moet toch ook even wat kijken? Oké. Okay. Sloop gewoon door. Nou. 5, let up, go. Let up, let up. Ja, ja, ja. Zie je die kleine man met die moves? Ja, 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 ja. Ik van mijn moeder, hè? Ja, niet van mijn vader. Sorry, pa, sorry, pa. Oké, kijk. Ja, nee, ik denk daar. We hebben een woonboot. Af. Hier is even een woonboot ge-Airbnb'd. We zijn hier ergens in Amsterdam Noord. Echt geen idee. We gaan even kijken hoe het eruit ziet. Hè? Kom, girls.对，如果大家发现怎么镜头里面没有我，那我应该是吃了晕船药直接睡死。Voor de ondernemers onder ons, kijk dan, dit is gewoon waarschijnlijk gewoon een ondernemer die heeft een aantal van dit soort woonboten gekocht. Dat is toch geen woonboot, dat is gewoon een schuur op het water. En dan kan je dus Airbnb'en aan Aziaten, zie je dat? Mag jij raden wat het kost, zo'n bootje per nacht? Laat weten de reacties. In de volgende video laat ik weten wat het kost, ja? Ik ben benieuwd wat jullie denken. Hier, dit is mooi, moet je kijken. We zaten vet te kloten best wel lang om die deur open te krijgen via een soort codeslot. Maar eindelijk gelukt, let op hè, let op. Oké, ga voor hoor. Ja! 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 We zijn half uur bezig om die deur open te maken. Eindelijk gelukt. Is het? Oké, take two. Take two. Pip. En cut. Yeah! Wow! Kom, kippertjes erin. In het kippenhok. Kom, kippertjes. Oké, Purs. Waar is je best? Wauw! Wauw! Net als een gevangenis! Leuk! Ja.
哇！不要掉下去。这个厉害 ，I like. Good. 厉害 ，Good. Happy. I like. Very, very. Ah, that's very nice. 哎，小心啊！First, you like? Yeah, it's very good. Yeah, I go. So tonight, today, tonight. No, I go home. I go home. I go home. Wow. Hey, Lattes! Wat hebben ze hier? Ze hebben een keukentje. Keukentje, tafeltje. Het ziet er wel netjes uit. Wel netjes, Lynn. Het is een tiny house, dit. Net als bij Bram en Melanie. Wat zie je? In de kombuis. Oh, natuurlijk de wc. Netjes, hoor. Wow. Netjes. Leuk. Dit is leuk. Dit is leuk. Achterkrappen bedoel ik. Oké, even draaien zo. Leuk. Leuk. Ah, kijk. Goed bezig. Deze. Wel leuk, hè? Kijk daar, jongens. Bootjes zo. Dat is wel echt leuk. Kijk, daar gaat de snelweg onder het ei. Zie je dat daar? Daarachter is het ei meer. Van het Markermeer. Er is heel veel water daarachter. Beste mensen, dankjewel voor het kijken. Volgende week, dit was er even een paar dagen shoppen. Maar volgende week gaan we heel veel culturele dingen doen. We gaan naar Giethoorn, Drielandenpunt. We gaan naar Rotterdam, allemaal dat soort dingetjes. Dus ik ga het even voor je vastleggen. Dankjewel voor het kijken en we zien elkaar in de volgende video. Cheers! Ja,